racks on the back, look like Max sitting on 28. Nah, you can't get it if you ain't got plenty cake. Blah, blah, blah. Oh nee. Bla bla bla. Bla bla bla. Nou, ik ben nog in de mood, want ik won net 2 keer. En Paul had hele goede scores, toch Paul? Ja, toch? Min. Toch 2 potje maar min 1. Nee, maar Wendy speelde. Dat zou je nog geloven ook net. Wendy. Ja. Dat moet jij wel zeggen, hè? Ja, maar ja. Nee, klinkt lekker. Zo! Ja, hij is aan het zoeken, maar er staat in trying to join 38 potential matches. Maar ja. Zo? En dan is hij aan het analyseren. En nu testing, time remaining. Oh, we hebben echt een eigen lobby, denk ik. Zo. Nou. Waarom zien wij die lobby dan nog niet? Nu ja, zie je dat. Nu wel. Ja, dat lag. Ja, allebei kut map. Random, hè, jongens? Random. Random vind ik de beste map in de game. Ja. Hij wordt ook het meest gespeeld. Het meest gekozen in ieder geval. Dat zegt al genoeg, hè? Eigenlijk. Nee hoor. Nee, voor gungame maakt het niet zo heel veel uit, maar ik speel liefst toch kleiner. Nou, Plaza is wel een irritante gungame map. Ik denk dat Raid en Standoff de beste maps zijn voor gungame. En het leukste is Nuketown. En ja. Weer Nuketown. Ja. Ik ga Slums kiezen nu. Zullen we Sluts kiezen? Nee, Sluts? Ik kies sowieso Nuketown. Ik kies Sluts. Maar ja, toch vind je het om te raiden gek te doen. Maar ja, dat je achter elkaar is alle maps. Ja. Dat is een soort serie. Serie, weer een serie! Ja, dat is wel weer een serie. Het is alweer #5, jongens. Tja, jongen. Bij het vliegen waarin je plezier hebt, hè? Yep. Ja. Hij komt alleen over een jaar online, maar vind ik wel online. Nee, ik zal gewoon elke dag eentje doen, achter elkaar. Ja, dit ga ik vandaag en morgen in ieder geval uploaden. Ook omdat ik wegga natuurlijk, dus... Morgen komt die ene 2 keer. Waarom ga je naar Helen door? Dat is het saaiste kutpark uit heel fucking Nederland. Ja, oh. Echt een alibi. Gaat de vrijkaartjes die we zouden kunnen krijgen. Nee, maar, we hebben 8 banen. Nee, maar ze hebben allemaal kortingskaarten en zo, hè, dus zo. Die 8 banen gaan echt 13 of zo. Dat zit je allemaal weer tegen daar. Ja. Nou, ik ben alweer begonnen met dat je pure aids, want een spoiling wint. Dus dan ga je kiezen welke zal ik killen. En uiteindelijk heb je niks als enige. Ja, maar dat is het kut. Als je gewoon aan het begin kut gaat, dan ga je eigenlijk... What the fuck? Elk potje gehad. Maar kut! Wat kwam jij vandaan, Paul? Ah, ik kwam nou uit de bosjes! Ah. Oh, hè? Ik heb nu wel een probleem, ik kom nu van die executioner af. Nee! Eigenlijk 4 dubbel cent, bitch. Ik kan weer echt niks raken, hè. Hoe kan dat nou? Ja, ik heb ook lekker nou trouwens hoor, jongens. Ja, maar goed nu, eindelijk is dat goed. Doe het raken. Voor jou doen. Nou, wees even lekker, die keer meteen. What the fuck, man? Ja, ik ben gewoon goed. Dat is een andere verhaal, ja. Dat kun je er weinig aan doen, ja. Als je gewoon goed bent. Nee, kut. Ik zag je de hele tijd op de map. Waarom denk je dat verschil? Hier rennen ze mij weg. Remco! Scuffjumper! Hoppakee, double trippy. Huh? Waarom kill ik niet, Paul? Ik wel. Double headshot. Huh? Double fishy. What the fuck, man? Ik krijg mijn kills al heel laat in beeld, trouwens, hoor. Leglaat! Nee! Oh. Ik zie ze gehandeld op de radar. Hey, kut! Jongen, jongen, jongen. Weer een headshot tegen, ja, dan word ik helemaal gek van hoor. Want wel die je moet winnen, ik krijg een headshot. Ah, valt die spant en hij gaat dood voor mijn ogen. Ja, hey! Nee, helemaal niemand. Nee! What the fuck? Ik wil winnen nu! Alweer headshot krijg ik tegen, dat gaat echt helemaal nergens over binnen. Wat spawn is al puur de hit bij mij hoor, dat is spawn jongen. Jongen, Dino mag niet winnen, dat is alles behalve Dino. Hey, gun me ook eens wat. Nee. Ik gun het Dino wel. Als ja, ik heb weer bij zo'n kut sniper. Oh! Wat een mazzel dat ook sniper is. Heel zit ik weer vast. Bij mijn pop, maar oh! Hey! Oh! Ah, precies. Stort zo neer voor mijn gezicht, zo dan. Ja, 4 mensen op mij aan het snijpen! Waar moet ze altijd bij hebben? Ah! Ah! Kut ballista! Fucking hell, ja, ik zit ook met die ballista aids, jongen. Nee! 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 Hoe kan dat nou, man? Hoe kan dat nou? Oh, oh ja, hè? Huh? Oh, ik ging kutten nu. Nee!
3. Ah. Ah, ik heb Dino. Oh. Oh nee, dat is echt... Oh nee, hè? Kutzooi. Dire, nee, nog eens impact, hè? Je had me niet gestukt. Nee! Ik wou balnijven 2 keer, maar dat ging niet lukken. Kutzooi. Maar zie je, ik heb heel weinig kills hier, in Death Army. Hier, hij raakt hem nog niet. Ik heb gewoon... Ik heb gewoon zeker 9 keer een killsteal tegen. Snap je dat gewoon iemand je kill nog pakt? Bij je magica kill. Ben ik al 50 geworden? 16, hè? Christian Crack. Ik kan nog boven, ja. Maar Remco heb gewonnen een keer. Nou, oké, jongens. Waar is trouwens Dino gebleven op het einde? Dino, ja, die stond eerst heel lang. Derde. Niet Meltdown hoor, dat is je favoriete map, maar dat is de grootste Ace ever in de map. Meltdown is het wel. Nee, ik vind het wel een leuke map hoor. Ik snap niet dat je het leuk vindt. Het is echt een hele. Die ranks jongen, hoe kan dat nou? Moet je kijken. Pwn, nou ja, Pwn, Gold Ranger, Pwn. Ik vind dit echt wel een van de slechte maps in Call of Duty. Meltdown? Nee man, nou, ja, Aftermath. Nee. Aftermath, een droom. Nee, ik vind Aftermath denk ik beter dan Meltdown. Ik vind Meltdown echt, ik snap niet dat mensen, sommigen, nou ja, zo heel weinig, Vis en nog een paar mensen die hem wel leuk vinden. Maar het is echt verschrikkelijk. En man. Drone? Ground War is hier al te spelen. Nou, Drone vind ik niet, ook niet erger dan Meltdown. Drone is net zo erg, alleen heb je ja, snuif. Ja. Ja, je meent het. Nooit hoor. Met z'n vijven gewoon op hun spawn lopen snijpen, hè? Gewoon. Carrière! Alweer dat je het begin moet je nu zo goed zijn weer. Ontwikkeld. Ja, je moet gewoon echt meteen die pistols hebben voorbij, want dan kom je ergens. Anders heb je echt bollen. Als je op het laatste... Ik na 1,5 minuut nog met me. Vorige keer liep, ben ik gekild, had ik 17 kills paal. Toen ben ik gekild door een executioner van John. Sean had nog zijn execution, had ik 17 kills of zo. Ja, Sean is geen pro, hè? Is... Oké, okay. Ik ga nu zeggen dat Dino een keer wint. Nee. Zeg dat nou niet. Nee, dat is wel een die 2 bakken, hè? Ik word echt 6e of zo. Ik heb slechtste spawn ever, bij iedereen vandaan. Oh. Ja, hè? Hè? Nee, ik... Van heel ver door Paul waarschijnlijk. Dino, ga je echt. Dat was een killsteal wat je deed. Ja, tuurlijk. Ik ga nou voor serieus spelen voor de eerste, ja? Dino, oh, what the Dino, fuck, man! Dat kut! Dan had ik een ultieme kans om van execution af te komen. Iedereen loopt weg van me van de... Oh! Ja, zo ook dus straks. Ja, straks zeg ik ja. Dus aflevering, 2 afleveringen geleden. Het is echt verschrikkelijker dan hoor. Ik zie mijn helft als je map. Zo, wie lagt daar zo erg? Ah. 030, what the fuck? Ja, maar Paul! Kijk eens wat ik heb nog in mijn beeld. Kijk eens wat ik... Je bent alweer even gewoon niet meer gaan spawnen. Nou, die kut executioner! Nee, executioner! Zit hij in de wel met een hand en dan killt hij mij weer. Executioner, ik ben een sniper! Ah. Ja, maar ik ben nu gewoon een lopend schietschijfje. Oh man, dit is echt een gameplay hoor, dit hoor. Nee! Wat is dat nou weer? Ik heb 3 kills! Yes! Ik ben er vanaf, hè, van executioner. Ik ben er al bijna. Jezus, ik span 3 kilometer ver. Doen jullie wat mee, jongens? Ja, één. Ik kom er, kom er. Nee, ik kom er niet meer. Het is tijd om iemand te nemen. Nee! Ja, kom op. Wat een kutspel zo. Oh, hè? Missie, oh, weer het hoor. Ah! Fish, hoe kan dat? Ik heb een fucking spot. Omdat ik fucking glitch, pro ben! Nee, hij heeft een heel spot glitch, is dat hier weer, hoor. Heel spot? Ja, je moet gewoon heen en weer bewegen. Nee, ik loop wel door de map heen, is wel leuk, man. Kijk maar naar mijn gun game afleveren, zo moet je het gun game spelen. Dat is voor iedereen leuk ook. Oh, Remco, die jump. Nou, wat een bullshit! Headshot grap ik nou. Echt bullshit gewoon. Volledig. Wat ik al weet. Ga je springen en dan ga je weer liggen. Ha! Ja, dat heet onvoorspelbaar. Pak mijn kogel maar dan. What the f... Nee! Hij is op de ja! Weer een headshot tegen! Dino zit er een ander. Stond dat ik al wat? Ik zit er. Nou! Wat een bullshit dit! Gelijk. Ja, echt een bullshit. Hey, oppas even. Ik ben wanneer het begonnen is op vet bovenaan. Ik krijg allemaal killsteals. Ja, wat een headshots van vroeger. Daar spawn ik weer slecht hier. Ja, ik loop al echt 300 meter elke keer voor een kill. Wat een bullshit dat we zijn. Dankjewel. Wat de fuck? Ik heb echt de hele tijd dezelfde plek. Nee! Serieus. Dat staat me gewoon, echt waar. Oh my god. Nee, man. Helemaal niet juist. Ja. Als het even kan, blijft hij gewoon zijn plekje staan. Heen en weer, links, rechts. Wacht, ik respawn. Links, rechts. Ja, even de spawn controleren. Ja, ik begon door je map en ze hoort het ook. Dat is veel leuker, man. Weer hitmarker. Altijd. Ik heb er nog een beetje. Nee, ik loop altijd door de map. Hier zitten ze, hè, de mannetjes. Ja, dat dacht ik wel. Half op ja, man, je man. Daar ben ik soms een beetje in kutten. Met,
die tunnel. Maar hoe gaat het met de gameplay, Paul? Of is dat plat? Sinds ik vis tegenkwam en een paar bullshit deaths tegenkreeg, was klaar. Was ik al klaar mee. Ik stond 120 en dat vis 40. Nee. Nummer 2. Afgelopen. Ik ben gewoon één na fucking laatste. What the fuck. Nee, maar vis heeft wel vette hoofdvoordeel. Ik sta lager dan hoofd voor mijn hoofdvoordeel. Nou, maar ik kwam helemaal niet goed. Ik kwam helemaal niet goed uit. Nee, maar het zat Dennis, als ik normaal 12, 40 voor zag, echt niet. Dennis was trouwens wel redelijk. Ik werd 5 keer achter elkaar gekilled door vis. En het sloeg echt helemaal nergens. Oh, hij heeft mis. Nee, dat was raak. Vis killde met zijn sniper, sloeg echt helemaal nergens op. Gewoon alle die... Alles hier! Ja. En ik begon met een headshot, terwijl ik al mijn snipers en hij was nog 5 kills achter me. Dat toen had ik al mijn hoe heet dat, burst snipertje had ik, hè, met die holographic, weet je, met die thermal. Die had ik al. En hij was nog aan het kutten met een van de SMG's. Toen gaf hij mij een headshot van heel ver per ongeluk, omdat ik hem 3 keer raakte. Ja, ik had meegedamaged en ik flinch, ik gaf je een headshot. Sindsdien spawnde ik 3 keer omheen. Daar kon ik helemaal niks aan doen natuurlijk, ja. Je gaf inderdaad, ik flinchte en een pats gaf ik een headshot zo. Een headshot van heel ver, hè, met een SMG. En toen ging het helemaal omkeren. Want ik was met mijn sniper. Nee, met mijn shotgun was dat. Met die shotty was dat van jou. Dat ik jou. Oh, en ook een headshot daarna ook nog een keer. Dus ja, ik heb niet paar keer. Headshot, nee. Vaak keer. Ja, ze 40 en ik op 12 kills. En dan heb ik gewoon echt 2 minuten lang op 12 blijven staan. Oké, okay, nou. Duimpjes voor meer. Pauls volgende keer host. Kunnen we kijken wat er gebeurt. Bye bye. Gaan we een private lobby doen.